Hallo iedereen, ik ben Joey Jack. En ik ben Nick en leuk dat je luistert naar Homesweet Homo, de podcast. Wij zijn al zeven jaar samen en complete tegenpolen. In deze podcast hebben we het dan ook over alles rondom relaties en onze kijk op de wereld als nuchtere Hollander. En hysterisch Amerikaan. Welkom naar de eerste aflevering van Homesweet Homo, de podcast. De podcast. Hoe geweldig! Ja, daar zitten we dan, zeggen we dan in Nederlands. Nick... Ik vind het eigenlijk belangrijk dat wij delen een beetje. How this idea came to life. Want ja. veel mensen gaan denken: oh, Joey heeft dit bedacht. Hoezo? Waarom zouden heel veel mensen dat denken? Ja, want ik ben queen content. Maar dat inderdaad <laughs> was niet mijn idee. Nee, klopt. Want ik vond het wel een heel leuk idee. Ik ben sowieso wel fan van podcasts. Ik luister naar verschillende, uh, verschillende andere uh, podcasts. En ik, vind het, ik dacht, het is zo'n leuk idee om dat gewoon eens samen uh, te doen. We hebben best wel iets leuks te vertellen, denk ik. En uh, het is gewoon sowieso wel leuk om jezelf lekker te horen praten. En ik dacht dat mensen dat ook ja. wel leuk zouden vinden. Dus ja, toen dacht ik, laat ik het zeggen tegen Joey, wat uh, zullen we dit misschien samen doen? En toen was je eigenlijk best wel enthousiast meteen. Ja, meteen, want ik, wil, ik wilde al een podcast beginnen. Maar ik dacht aan, ja, weet je, er zijn zoveel podcasts. Welk, wat, wat ga ik doen? En toen. Jij zei van, laten we samen een podcast beginnen. Dan dacht ik, oh ja, heel cool. Met z'n tweetjes. Ja. Uh, zonder te weten hoe moeilijk dit zou zijn. Uh, <laughs> ja, er is niet om een niks. podcast zelfs te maken. Ja, het is niet voor niks dat er uh, bedrijven zijn die dit voor je doen. Want oh, dat, dat hadden wij wel door, dat dat toch wel weer uh, zo is. Maar goed, uiteindelijk uh, hebben we met wat kleine opstartproblemen. Het is ook een soort ontdekkingstocht. Ja, het is gewoon een ontdekkingstocht. Als jullie uh, ons niet goed kennen, nou ga en luister naar de trailer. Ja. Dan kan je ons beter leren kennen, maar eerste aflevering, hoe chill. We gaan beginnen, ik denk die eerste tien minuten of zo, met een, een soort praatje van... Weet je, een, een leuke feitje, iets over cultuur of, of weet je, something. Ja. En dan uh, gaan we naar die hoofdthema. Uh, Mooi. Toch? Ja, dat is... Dat is een shit. beetje hoe het gaat eruit zien. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Toch? Dus Joey, um, wat Nick, is... maar, maar ik heb een vraagje. Sorry dat ik je onderbreek, ja. want uh, ik, ik heb de Homesweet Homo Instagram gemaakt. Ja. En uh, als je ons niet volgt, ga volgen. Maar veel vraagjes van Oh my God, jullie gaan dit samen doen. Nick is zo so introvert. Oh ja. You come across like a person die heel introvert is, wil niet de aandacht, niet in de camera. Nou ja, nu staat er een camera op, maar ik hou inderdaad niet zo heel erg van de camera, maar uh, praten in, in de microfoon, dat is geen punt. Uh, maar inderdaad, kijk, sowieso ben jij natuurlijk de social media personality. Ik niet ik? zozeer. Ja, social niet, media? Totaal <laughs> niet. Maar uh, nee, dus ja, dat, dat is logisch. Als jij, you take the center stage, dat is gewoon zo. En dan, ja, kijk, ik hoef niet dan ook nog de uh, spotlight te hebben. Dat, dat werkt ook niet? Daarom zijn we ook een soort yin en yang. En eigenlijk is dat ook zelfs de basis van deze podcast. Ja, ja de basis van deze podcast is dat wij yin en yang zijn. Ik ben gewoon Joey Jack, de gekkerd. En Nick is gewoon Nick, die nuchtere Nederlander. Ja, en ik denk als ik zoals jij was... Een uh, ...overal uh, als je binnenkomt... ...direct uh, de aandacht uh, op je vestigt... ...ja, dan, hadden wij, uh, dan was dat geen goede match. Ja, nee, ik zou zeggen... ...het lijkt me vreselijk om met iemand te zijn... ...die wil alleen maar in de spotlight zijn... ...van honey, there is only room... <laughs> ...for the Star. spotlight for one drama queen... ...and that is me. Star maar, quality. Um, ik vond dat leuk en grappig... ...want ik denk dat mensen gaan jou... ...in een andere licht zien. Nou, wie weet. Want jij, you know, you're Nick... ...de ingetrokken partner van Joey Jack, maar dat ben je niet. Nee. Want jij bent pittig. En oh. jij bent uh, iets gemeen. En <laughs> nee, grapje. Um, maar. Nou, spicy ben jij. Uh, daar gaan we het nog wel over hebben. Spicy? Ik? Ben <laughs> ik echt spicy? Je hebt als een soort Mexicaanse jalapeno. <laughs> Level 1 to 10. Hoe spicy ben ik? Nou, ik denk 12. 12? Uh, als, uh, als ik een mes verkeerd om in, de, in, het, uh, in het ding leg, dan dan <laughs> Nee. Nou, jawel. Echt waar? Of dacht van de kussens. Nou, ik ben mega perfectionistisch. En Nick is de tegenpolen van perfectionistisch. Nou, helemaal niet. Hij uh, wilde gewoon verhaal in zijn leven. Nee, jij bent gewoon uh, zeg maar een next level. Maar hoe ga je daarom dan? Hoe ik daarmee omga? Ja, Ja, kijk, <clears throat> dat is, je moet daar ook gewoon, uh, je leert elkaar kennen. En ik kijk, of, ik vind ook wel, kijk, als, als dingen heel belangrijk zijn voor jou, bijvoorbeeld. Um, de hoe de kussens op de bank liggen, ja kijk, ik vind dat een beetje onzin, maar ik ga dan niet zeggen elke dag van mijn leven van ik ga dan expres die kussens niet uh, terugleggen. Zij dat heel fijn vindt, oh, en je hebt wel ontzettend veel, het. Nou, daar krijg ik ook heel veel voor terug. Uh, en nee, en daarom werken wij zo goed samen met elkaar, toch ja. schat? Ja schat. Hoe lief. <laughs> nou, nou we dat ik nu pittig, al pittig ben is dat niet. Uh, hm? Dat is niet dat ik pittig ben is dat misschien niet een um, een grote Surprise aan iedereen. Nee. Dat denk ik ook. Um, niet. Maar daar gaan we het in een andere podcast over hebben. Maar Nick, ik wilde met jou delen deze week over de nieuwe Gucci menswear. Ja. Want als er één ding is wat jij als hobby hebt, dan is het wel uh, Gucci. <laughs> maar weet je over de designer van Gucci? Nee. <laughs> ik heb alleen de film gezien van Gucci. Dat is het enige. You know that uh, he quit. Uh, they. They parted ways. Nou Gucci, uh, ik vind Gucci geweldig. Waarom eigenlijk? Want het is gewoon amazing. Maar waarom? Leuke kleuren, leuke kleding, ja, leuke vibe, gewoon alles is nou, Weet je wat het is? Ik denk dat jij gewoon jij kijkt dan die film, die Gucci film. Ik weet niet of mensen dat zien. Nee, maar schat, hebben. ik was al fan voor ik Nee, Gucci -film. maar jij, jij ziet jezelf dan helemaal op zo'n zo'n Franse Alpen, of wat is dat daar in mm. Zwitserland met zo'n ski En ik, dit is gewoon als jij naar zo'n Gucci store gaat of je leest daar iets over. Dus dat, dat het, is. het gevoel. Ja, uh, jij ziet jouzelf gevoel, daar dan skiën ja, in zo'n pak. Ja, krijg ik. Ja. <laughs> ik vind dat geweldig. Maar luister, de designer van Gucci, die was al jaren de designer, hoofddesigner van Gucci. En ja. Gucci, they parted ways, dus so daar is een nieuw designer, of nog niet een nieuwe designer. Maar de nieuwe menswear collectie came out en it's uh, niet leuk. Oh? Dus ik wilde dat gewoon met jou delen. Niet leuk? Hoezo nee, het Waarom mist gewoon... Uh, het mist gewoon ja charm en kleur en geweldigheid. Oh. Heb je het niet gezien? Nee. <laughs> hoezo niet? Ja, hoezo niet? Ik kijk toch niet naar een Gucci Gucci uh, store. Wat is het uh, nieuwe aankondiging? Maar dat is ook leuk, want dat is uh, ook wel een beetje het idee van uh, deze uh, uh, deze rubriek of zo, hoe, hoe je het gaat noemen in deze podcast, dat we eigenlijk een beetje iets gaan vertellen wat uh, wat, van, wat de ander eigenlijk niks van weet. Dus dat is wel grappig. Nou, en dat is met dit wel zeker het geval, want ja. ik heb echt geen dus idee. Dus ik wilde dat gewoon met je delen. Okay. So you can be a little more part of my life. <laughs> so of when somebody life. asks you, oh, what did you think about the new Gucci designer? Wat ga je zeggen? Dan zeg ik, um, moi, moi. Ik vond het niet zo. Nee. Um, dan zeg ik, ja, nee, die, die uh, Gucci uh, nieuwe designer is erg uh, matig. Is dat goed? Ja, dat is perfect. <laughs> Oké, okay, oh nou, super. Daar je go. Nou, ik had ook nog wel een leuk feitje. Want uh, uh, waar jij heel erg blij wordt van de Gucci, werd ik uh, deze maand of deze week eigenlijk heel erg blij van de verfilming van een van de beste games die er is. Ja, ik zie Joey al. Uh, Oh. <laughs> ik heb die oh. aflevering met Nick al gezien. Ja. Was het geweldig? Maar gaat ja, het, gaat, het is natuurlijk van The Last of Us, als mensen dat nog niet hebben gezien. Um, HBO heeft daar uh, heeft het volgens mij nu verfilmd. Van dezelfde makers als Chernobyl. wat ook een hele goede serie is. Ja. Maar dat is een ontzettend uh, uh, ja, iconische game. Een verhalende game op de PlayStation. Nou, ik, mensen die misschien jouw Instagram wel eens bekijken, die zien mij ook wel eens in niet al te goede hoeken gamen, ja, met diezelfde hoofdtelefoon. Game. Nick loves a game. <laughs> af en toe. Maar af en, af en toe, elke da dus dag. Nou. Letterlijk, drie uur per dag gamen. Maar, I'm just ja, kidding. He wishes. Maar niet. Maar ah, niet. Ik, wist dat, ik hoop dat, wou dat ik daar de tijd voor had. Maar uh, als je dus wel een keer de tijd hebt, vind ik dat heel leuk. En dat, die game, het heeft een geweldig verhaal over een post-apocalyptische wereld, is dus uh, verfilmd. Uh, in een serie. Nou, en wij kijken wel graag series. En ja. volgens mij was jij erg onder de indruk van de eerste aflevering. Ik moet zeggen, laatste was HBO-Serie, Ten of Ten. 10 10. Het was geweldig. Ja. En het is niet ik, eens een Ik, spawn, ik heb geen idee, nee, het is geen spon natuurlijk. Maar ik heb geen idee hoe, uh, hoe jij dat speelt. Maar als serie vond ik het super geweldig. En uh, echt spannend, moet ik zeggen. Dus. Okay, kijk, ja, ik Thank ik, you for introducing me to that. Nou, het was voor mij echt uh, fantastisch. Volgens mij gaat het heel goed trouwens. Ik zag veel buzz over The Last of Us serie. Ja, het hangt zelfs ook overal in uh, Amsterdam, op elke bushokje, zag ik. Ja, precies. Dat is leuk. Nou, ik vond dat leuk. Dus Gucci, The Last of Us, A little bit of each other's life. <laughs> Hoe leuk nou, het is kan iets verder van elkaar afleggen, denk ik. Nee. de post-apocalyptische zombiewereld uh, ofwel de mensfashion. fashion. <laughs> Dat is ja. Ying en Yang. Ja, dat is Ying en Yang. Dat was eigenlijk een van de alternatieve titels van deze podcast. En dat maakt de relatie leuker. Is dat je ziet het leven in verschillende, door verschillende ogen. Ja. In verschillende hoekjes. En verschillende dingen dat misschien zou je dan nooit zien. Nee, ik Bijvoorbeeld, had... jij zou nooit een Gucci tas zien. Nee. Nee, dat is, uh, de, de kans is heel groot. Misschien bij mijn zusje of zo, maar nee. Nee. Nou. Ons eerste onderwerp, Joey. Uh, zoals we al hadden aangegeven in de trailer en uh, in de intro, gaan we een soort van steeds een beetje een onderwerp behandelen. Mm -hmm. uh, wat wij leuk vinden, ook wel die jullie hadden we ingezonden, aan uh, aantal naar na jou. En um, we wilden de eerste podcast uh, beginnen met het onderwerp ruzie en goedemaken. We hadden het net al ja. een beetje over jouw spiciness. Ja. Ja, en uh, want dat is wel iets uh, waar je ook wel echt. Wat in ieder geval voor mij wel even wennen was toen ik jou uh, ja, net leerde kennen. Want jij bent natuurlijk geen Nederlander. Uh, wij Nederlanders houden wel van lekker, uh, nou ja, nuchter en een beetje rustig en beheerst. Denk ik ook wel. Niet iedereen natuurlijk, maar over het algemeen. En jij bent wel echt meer de Latino. Ja, ik denk uh, dat heb ik ontdekt in onze relatie. Dat uh, ja, daar is een cultuurverschil in. Dus in, in, in Russies en het, en het goed maken. Ja. Uh, ik ben natuurlijk Mexicaans. Ja. Dus ik heb een temperament, zoals jullie het <laughs> zeggen. Um, maar Nick, ja, kan je het een beetje beschrijven? Want ik ga zeggen, weet je, ik ben gewoon normaal. Maar nee, nee, nee. hoe ervaar je dat? Nou, normaal is ook maar zo saai. Uh, nee, maar uh, temperament. Ja, kijk, uh, ik denk dat jij gewoon heel uh, makkelijk. Um, heel explosief uh, <laughs> iets wat, uh, kan vinden of dat je, nou, ruzie wil ik dat niet noemen, maar gewoon echt meteen kan zeggen, nee, de, bla, 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 weet je wel, best wel heel spicy dat ik denk, oh, wow, uh, ik zou echt zo pas ja, reageren als ja. het echt al heel erg hoog uh, is opgelopen. Jij hebt zeg maar, het maakt niet uit of het zeg maar iets heel kleins is of iets heel groot, je hebt gewoon altijd een soort van, ja, pittige, ik, een pittige reactie. En ik moet altijd tegen niks zeggen van, je moet. Mijn uh, energie en, en mijn manier om praten, you need to subtract ten. Want ik ben mm -hmm. heel dramatisch en ik ben heel expressief. Ja. Dus ik praat gewoon, weet je, ba, 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 Maar als ik ben aan het schreeuwen, nou ik schreeuw eigenlijk niet. Dat vind ik niet fijn. Jij schreeuwt een beetje. Nou, bij mij is het meer, kijk, als, als, we echt boos, als ik boos begin te worden, ja. hoor, dan, ik ben dan zo heel beheers. maar jij... dan wordt het op een gegeven moment langzaam, word ik dan bozer en dan maar moet ik Jij, moet ik jij, jij bent praten. een schreeuwer en ik probeer ah, die jou... Een schreeuwer? Het, the opposite. Nou, een schreeuwer. Je hard schreeuwt. Hard praten. Hard praten. En ik probeer dan om te zeggen, niet schreeuwen. Maar dan, ik praat een beetje zo van... Ja, jij praat genses, eigenlijk al hard. Gewoon, ba, 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 ba Kijk, ik en... moet ook altijd al de microfoon wat lager draaien met Joey. Bij mij staat hij die drie kwart hoger. Ja. <laughs> en, en, it's... Ja, het is eigenlijk gewoon de manier of expression. En het ja. betekent niet dat ik zo boos op jou ben. Nee. Maar gewoon dat, weet je, wat, wat jij deed, irriteert me. Nee. En, en, en dat is het. Jullie zeggen, nou, liefert. Dat vind ik irritant. <laughs> en wij gaan zeggen. Nou luister! Dat vind ik niet fijn. Ba, 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 ba. Ja. Maar het betekent hetzelfde dingen. En daar komt nog iets anders bij. Want uh, jij bent. Uh, wij waren net uh, terug aan het luisteren. De recording van de podcast Relnichten, waar jij laatst bent geweest. Mm -hmm. En daar uh, had jij het over dat jij ook onderdeel was van de Debate Club. In de uh, United the States. Zal ik een dat? beetje uitleggen wat dat ja, is? Misschien wel, want dat is wel heel relevant. In middelbare school hebben wij uh, veel clubs. En één grote club is de Debate Club. En daar leer je om als advocaat om met mensen te debatteren. Verschillende thema's. Zoals abortie en dingen zoals dat. Dat leer je in, in middelbare school. Nou, ik was deel van de club en ik was heel goed. Dat verbaast me niks. <laughs> <laughs> nou, dat, is ook, dat zeg ik ook soms, wel eens van. Jij ja, hebt echt een bepaalde manier, als we dan bijvoorbeeld een discussie hebben over iets, dan kun je echt, um, zeg maar, uh, 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 dat noem ik jou ook wel eens Joey de Lawyer. Want dan ga jij gewoon zo een hele rans met allerlei hoe, ja, argumenten. die soms ook helemaal nergens op slaan. Maar dat gaat dan, nou. gaat dan maar door. En dat is wel echt. Maar dat is zeg maar natuurlijk dan misschien vervelend, maar het is eigenlijk ook wel echt de kwaliteit van jou. Want ik denk ook wel een ander leven... had ja. jij misschien wel uh, preacher kunnen zijn. Zeg Absoluut. Maar, Absoluut. Ik denk dat mijn ouders dachten van. Oh, Joey wordt een preacher. Want ik had de gift. Ik was geboren. Ik was opge opgegroeid in een heel christelijke gezin. Ja. En uh, wij noemen dingen de gift. Dus als als ja, jij kan zingen noemen wij you the yoke. gift of song. En mijn ouders en de pastor on, in, in ons kerk zegt altijd van... ...Joey heeft the gift of speaking. Dus we dachten altijd, ze dachten altijd... ...dat ik een soort preacher word. Nou ja. Want ik kan iedereen overtuigen <laughs> behalve om mij. te doen wat ik wil, behalve ik. Um, dus ja, ik ben gewoon heel goed met woorden. En ja. heel goed met gewoon overtuigen. Ik moest trouwens zeker, toen jij zei de gift of speaking... ...moest ik ineens denken aan een verhaal... ...wat jij wel eens hebt verteld, hoe dat ging dan in die kerk daar. Dat je dan toch mensen had die dan zo... ...Tarabarara prataranga of zo. Ja, dat heet speaking in tongues. En dat is een beetje uh, een, een, een. Maar is dat ook een soort gift? Uh, the gift of tongues, ja dat is. Maar iedereen kan dat hebben. <laughs> Jij ook. Maar je nee, moet. Nee, uh, echt een slok. Je moet. Touched by the Holy Spirit zijn. Oh. Ja. Touched by the Holy Spirit. Uh, ik was opgegroeid heel christelijk. En Nick is eigenlijk de grootste atheist die ik ken. Ja. Maar anyways, verhalen voor half een andere tijd. Russies. Ik ben benieuwd, Nick, want natuurlijk maken we dit podcast voor mensen. Ja. En ik denk dat in een relatie is er altijd, durf ik te zeggen, iemand die is de Russiemaker. Dat ben jij. En iemand die de de oplosser, de oplosser, zeg maar, is, denk ik. Nou, als uh, dat is, laat ja. ons weten. Is dat zo? Ja, ik weet niet. Heeft het ook niet altijd met een beetje de topic te maken of zo? Dat het een nou, beetje wisselt? ik denk, kijk, als ik met mijn vriendinnen praat... Ik ga namen niet noemen, maar ik heb een paar vriendinnen... die de Russiemakers zijn. Oh. En ja. wij als Russiemakers... wij vinden dingen en wij zijn meer precies op dingen. En mm -hmm. die oplossers... Maar het is zo negatief, want jij bent geen oplosser, hoor. Ik oplos alles, maar... Ja. Ik zou zeggen, die oplossers... Ja. Uh, zijn gewoon heel chill. En je gaat gewoon mee met alles. Ja. Dus ja, ik kan je gewoon niet boos maken. Uh, Want dat uh, is moeilijk. Eerst ben ik perfect. <laughs> ik ben netjes. Ik uh, I clean everything. I make sure everything is perfect. <laughs> Dus hoe in godsnaam kan je wow. boos op mij zijn? Nee. Ja, hoe in godsnaam kan je toch ook boos op jou zijn? Oeh, oeh. Ja, hoe? Ik snap het ook niet. Ja, 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 ja. <laughs> dit klinkt zo egotistisch, dit is een grapje iedereen. Ja, dat is een grapje. Maar het is denk ik wel zo dat in veel relaties... Um, ja, misschien de een wat beter is in het oplossen. Want dat is eigenlijk wel uh, ook iets wat wel echt typisch is bij ons. Is dat jij wel iemand bent. Ja. Uh, jij bent wel echt een soort ice queen kun jij zijn. Want uh, als jij dan ergens niet mee eens bent... Dan, uh, nou, als het aan Joey ligt, dan kan hij denk ik wel een maand uh, niks zeggen. En ik ben zeg maar echt Now, het liefst... Nou, will... I want to clear this. Oh, okay. Maar ga verder. Nou, ik ben wel meer van direct oplossen. Niet gaan slapen zonder fighting. Nou, Nick. Eerlijk, schat. Jij bent niet een direct oplosser. Oh. Jij bent een... Sorry. Gewoon zo. En, en als jij hebt iets gedaan... Ik wil dan praten en ik wil komen naar een conclusie. Waarom was dit <laughs> gedaan? Ik wil alles processen en een beetje gewoon echt een, een, een goede conversation hebben. Ja. En jij, ik moet jou zo hard pushen om dat te hebben. Want wat jij gaat doen is meteen zeggen, oh, ik bedoelde het niet zo, sorry, kusje. Ja, kusje. En dan denk ik, nee, maar dat is geen <laughs> oplossing. Ja, okay, want ja, dan we willen kus. we praten over. Maar wat dan gehad, zeg maar, Waarom wat... deed je dat en dit en dat? Ja. Maar toch? uiteindelijk doen we dat dan toch ook wel. Dat doe je als ik een ijskoning ben. Ja. Maar dan moet ik niet dat dan de want gigant, Anders ja? ga je gewoon zeggen dat bedoel ik niet sorry. Dat bedoel ik niet sorry. Maar zou je zeg maar um, als het zeg maar uh, hoe lang zou dat kunnen duren? Tot jij gaat een goede gesprek met mij voeren. Maar dat is um, op basis van wat jij vindt wat een goed gesprek is. Ja. Precies. Tot, tot wij kunnen echt goed kijken. Waarom was dit glasje niet in de vaatwasser gedaan? Nee, niet echt ja. zo. Maar ja, I don't know. Vind je dat wij veel te veel Russisch. Nee, 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 vind ik niet. Nee? Nee, ik denk dat wij over het algemeen best wel... Ik heb het gevoel dat wij perioden hebben... en ja. misschien zijn we ook niet het enige stel... Nee. maar er zijn periods waar ik denk... oh, we hebben eigenlijk veel niet-Russisch... maar we aren't seeing eye to eye. Nee, maar ik denk ook wel... kijk, we hebben voor de mensen... die ook uh, Joey volgen op Instagram... wij zijn net verhuisd naar een ander huis. Dat huis is uh, voor een gedeelte verbouwd. Ja, dat is wel, um, wel echt stressvol... Oh, en dan zijn er zoveel klussen en een Nee, maar dagen. dat is echt. Het gaat maar door en het gaat maar door. Ik denk dat dat gewoon wel. Dat zeggen ze ook altijd: hè, dat dat een grote stress op je relatie is. Maar dat is wel iets wat heel lastig is. En weet je, als het lang duurt. Weet wat is zo lastig? Als jullie in een relatie zitten met iemand die tegenpolen van jullie is, dan dit gaan jullie herkennen. Maar het is zo lastig, want kijk, wij. Uh, ik heb het gevoel dat wij twee verschillende work ethics hebben. En dat is cultureel. Dat is niets negatief over jou, Nick. Wij als Amerikanen zijn getraind om te werken tot, ja, tot je letterlijk gaat uh, feint. Hoe zeg je dat? Uh, ja. T until uh, you feint? Totdat je flauwvalt. valt? Totdat je flauw valt. Gewoon <laughs> nou, eerder stoppen. Dat is, dat is niet iets wat ik heel erg herken bij jou. Nee, jawel. Eerder stoppen kan dat niet. Dus mm -hmm. wij hebben twee, ook cultureel manieren van werken. Ik werk totdat ik flauw val. Ik, my, toch zou je dat niet zeggen. My work-ethic is like unhealthy. Ja, je work ethic is wel, is wel goed. En dat, maar kijk, maar dat is ook... ook unhealthy in dat manier. En soms wel. En die van jou, jij bent meer Nederlands. The ja. minute that it doesn't feel good, <laughs> she ain't doing it. <laughs> Maar de, uh, kijk de, maar de Amerikaanse cultuur is natuurlijk ook echt een prestatiecultuur. Dus hij gaat eten en praten over mij. Terwijl nee. hij gaat niet nee, op, maar dat, in dat, op dat, wat, dat, wat ik zei. <laughs> jawel, jawel, want ik kom erop. Maar het ja. is wel. Om het verschil denk ik te verklaren is wel belangrijk. Wij in, in Amerika, uh, daar word je denk ik vanaf Kins heb ik het ook vaak over gehad. Echt getraind om. De beste te zijn, de beste van de klas, de beste punten, de meeste dingen op je cv. Want dan kun je naar een school die ja. jou een grant geeft. Anders wel ja, kost precies. het 80k per jaar. En dat work, soort work, work. Precies. Uh, totdat mensen erbij neervallen. En natuurlijk is het ook maar voor de, de, de ene helft van de, van de uh, bevolking uh, weggelegd. <coughs> maar in Nederland is alles natuurlijk veel meer gelijk getrokken. Natuurlijk nog niet alles. Ja. Maar dat, en dat is wel, denk ik, een mentaliteit die in heel veel mensen zit. Dat je ook gewoon even. Even je rust mag pakken, dat je ook gewoon. Hè, en dan is het niet meteen dat je dan niet meer naar Harvard kunt en dat je niet meer naar een gewone school kunt. Ja. En dat je de, die, die stress, die, die zit hier gewoon van kinderen, veel minder in. Ja, dat snap ik. Nu maar dat, dat, zorgt, maar dat, koelt, dat verschil zien wij en merken wij in onze relatie. Hier in ons nieuwe appartement hebben wij veel klusses gedaan. En uh, ik noem bijvoorbeeld: wij hebben die uh, sierlijsten opgehangen, toch? En ja. daar ga ik werken tot de job done is. Ja, maar en jij Nick hebt dan ook nog. niet. Maar jij hebt ook nog wel zoiets dat je dan het ook echt vandaag af moet, terwijl het ook ja. morgen af kan. Ja, tuurlijk. Ja. En dat is ook een, een grote ding. En het moet ook nog eens perfect. Exactly. En het moet ook nog <laughs> uh, uh, niet alleen de sierlijst, maar ook nog de zijlijst van de ramen. En dan moet er ook nog een deurklinken en een, een nieuwe scharnieren. Dat moet ook vandaag af. Dus ja. dat is wel een beetje die waar het dan om gaat. En dat, is, dat zorgt voor ruzies. Dat zorgde de nou ja, ruzies voor, 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 voor misunderstandings en voor momenten waar ik ja. dan gefrustreerd was. Van Nick, kunnen we dit gewoon afmaken? En jij zouden zeggen, nee, ik ben moe. Maar goed, kijk, En dan ik heb... denk ik, hoe kan maar, je moe zijn? Maar, maar er is wel een verschil. Kijk, want jij hebt natuurlijk, uh, jij bent influencer. <coughs> jij bent uh, best wel, dat is best wel een goed in te delen, flexibel in te delen baan en waar ik natuurlijk best wel hele andere uren oh, moet werken. Het gaat om mijn baan. Dus dat is soms gewoon ook wel lastiger te combineren. En op een gegeven moment heb ik dan ook niet meer zo'n zin. Als je dan al een andere twee maanden bezig bent, ik denk dat heel veel mensen die waarschijnlijk verbouwen dit wel herkennen, dat je dan na twee maanden wel echt even denkt van, nou is het wel even leuk geweest. Ik ga even op de bank zitten in plaats van weer een schroefje aandraaien en ja. weer een leidingje ombuigen. Ja, maar en zo, maar dat ik snap wat je bedoel. Maar wij waren aan het verhuizen en uh, aan het klussen tijdens mijn drukste periode van mijn werk. Ja, ja, klopt. En dat, ik, ik doe, het gewoon. Maar dat, nee, doe dat, het gewoon. En dat gaat het om. Ik denk dat, ik ben benieuwd ook wat mensen denken. Want ik denk, Amerikanen zijn bekend uh, van de work ethic dat we hebben, is gewoon echt hard. Wij werken, werken, werken. En, ja. en om te zeggen, oh, ik ben moe, ik ga ja. stoppen, nou, maar dat, dat kan gewoon dat, niet. Dat, toen, toen wij in New York waren, of toen ik in New York was, dan had je echt mensen, of heel veel bedrijven, die dan ook bijvoorbeeld vijf days holiday aanbieden per jaar. Hè? Dat je dan gewoon oh, eh, een jaar vijf dagen Hoe mag, sick is dat? mag uh, holiday doen. En, en we hadden ook uh, een oppasfamilie waarbij mensen gewoon uh, vertrokken om zes uur ochtends... en rond negen uur eens thuis kwamen. Uh, ja, hij, was, hij was een lawyer. <coughs> hij is een lawyer. Big lawyer. Hij vertrekte om zes uur ja, ochtends. En dat is natuurlijk heel... Ik, dat terug is, om negen er uur. zijn er vast in Nederland ook wel mensen die uh, zoiets doen... maar dat is denk ik wel echt uitzonderlijk. Ja. Waar het in, in New York... Uh, nou moet je daar ook wel 10.000 euro per maand betalen... om een klein beetje een, een, een huis te hebben. Maar dan nog vond ik het wel vrij bijzonder... dat dat dus echt mensen zijn die gewoon... Vijf days of holiday hebben, of mensen die gewoon in een bij een uh, hoe heet het, bij een baan blijven, die ook uh, puur en alleen omdat ze anders geen zorgverzekering hebben. Ja, ook ja precies. I mean, ja, dat gaat het om. Dus en dan zeg je er ook niet Ik zeg ook overheen. niet dat het een goede ding is of een goede, weet je, een goede uh, gewoonte is om zo uh, ongezond hard te werken, maar ik bedoel, ik zeg het alleen omdat dat zorgt voor ons een yin en yang. Ja, zijn we ook verschillende in onze work ethic? Ja, maar, dat, kijk. maar dat is ook cultureel. Ja, Maar absoluut. niet alleen cultureel, maar ik ben type A personality. En als je dat niet weet, type A personality, wilt alles perfect, wilt het vandaag, gaat het nu doen, works hard, bla bla bla. En niet alleen dat, en dan ben ik Amerikaans. Nick, what ja. did you get yourself into? <laughs> what did I get myself into? Ja, uh, uh, precies. Ja, ik weet niet, heb je wel eens van die. Uh, zo'n test gedaan of uh, gehoord uh, over dat je van die kleuren hebt waar mensen bij behoren. Er zijn heel veel soorten van. Volgens mensen... mij ben ik rood. Er is een boekje. Ja, dat uh, ligt een beetje aan welke test I'm je hebt. I'm surrounded by idiots of zoiets. Ja. En ik ben een rood. Ja, in ieder geval je het, uh, Bij mij zou je dan veel meer uitkomen op sociaal en uh, voor het voor de groepsgevoel <laughs> en dat soort dingen. En bij jou zitten schema's, uh, deadlines, uh, project maar, maar management. Ik, maar niet. Want wat gek ik is dat ik ben ook heel sociaal ja dat klopt maar ik ben meer in work ethic in work ethic ja 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 oh ja maar Dat is Rijf... niet één ding altijd maar eerlijk zeggen you have a good work ethic maar ik zou bijvoorbeeld als ik een bedrijf zou hebben dan zou ik zorgen voor borrels op vrijdag dan zou ik zorgen dat iedereen altijd kan doen wat ze willen en dat daardoor ik echt denk dat mensen als, als je lekker in je bedrijf zit en je mag alles een beetje doen dat mensen vanzelf daardoor ook productief hoe worden hoe grappig terwijl als Amerikaans hoor ik en denk ja. ik jij gaat ik ga iemand betalen om ja. te zorgen voor een feestje. Iedereen moet werken. <laughs> ja, dat, dat is, is letterlijk de Amerikaanse ja. manier. Maar ik denk als je kijkt, algemeen zijn Nederlanders meer uh, gelukkiger. Nou ja, absoluut. Gewoon uh, op zijn werkplek, Zeker. Toch? En bedoel, wij hebben dan ook de... Wij kunnen ook uh, een beetje doen wat we graag willen. Dat is denk ik in Amerika ook een veel minder iets van... Wat wil je graag worden? Nee, ja. dat wordt ook veel meer zakelijk bekeken. Van waar heb je wat aan? Ja. Waar, uh, wat verdient goed, uh, et cetera. Maar in Nederland, kijk, je hebt uh, studies... Ja, ik zal ze niet noemen, maar je ja. hebt uh, echt wel studies die... Uh, nou ja, daar is de kans nul. Maar ja, als je dat leuk vindt om te doen, ja, ja. Het, het is mogelijk. het wordt ook door de overheid betaald. En moet je gewoon doen. Ja, wel um, Terug naar die, naar wat we waren aan het spreken, ik Ja. Uh, Russisch. Daar, daar zijn we heel goed in. <laughs> Hoe goed maken? Wat zou je zeggen als je bent met iemand zoals ik... Als iemand die luistert is in een relatie met iemand zoals Joey Jack... Ja. Wat, zou, geen... wat zou je advies zijn om het goed te maken? Nou, ik denk dat het uh, belangrijkste van goed maken sowieso... Uh, kijk, heel veel ruzies zijn ook gebaseerd op een soort van ego. Van dat je dan... Oké, okay, je hebt iets gedaan... maar je weet ook misschien zelf heus wel dat wat jij hebt gedaan... ook een klein beetje niet helemaal in de haak was. Of, niet een, of een beetje te... Ja, ik denk dat je dat ook wel uiteindelijk... ...goed genoeg moet zijn om te zeggen... ...oké, okay, weet je wat, ik was misschien ook wel een beetje... ...lomp. Of ik heb dan toch ook wel een beetje dit... la. Dat is iets dat wij vechten, oh, niet, niet vechten... ...maar dat is iets dat ik zo irritant vind... ...en ik zeg het altijd... ...oh, wat lomp, want Nick <laughs> laat... ...alles vallen. Nou, nou ja. in... ...voor mijn gevoel... ...Nick laat alles vallen, altijd... ...water <laughs> over de grond... <laughs> um, ...dingen kapot maken... ...en nou. het is gewoon... ...lompenheid... Dat en en mee, dan hoor. zeg ik van oh wat lomp, het is zo prachtig <laughs> want dan ik laat niks vallen maar dan die ene keer. Oh ja, dan hou ik ervan. Dan, dan zeg ik oh laat lomp. het niet gaan. Lompert. Maar inderdaad wat ja. je zei, ik ik vind dat ook heel mooi en ik denk dat ik doe het, ik doe ook hetzelfde. Ik kan ook gelijk <laughs> geven. Ik kijk even een beetje bedenkelijk. Uh, <laughs> als ik iets fout heb gedaan, vind je dat niet? Nou, <laughs> ik zit hier te lachen, want dat is eigenlijk iets dat ik heel. Ik probeer even vind. na te denken wanneer dat voor het laatst is geweest, maar ja, soms wel. Soms wel. En uh, misschien als het echt heel. Ja, als het echt in is gezonken en dat duurt even, <laughs> langzaam maar zeker, En dan is het, uh, het ego ook weg en dan denk je ook wel eens: oké, okay, ja, misschien was ik wel een klein. Misschien rit. was ik. Uh, <laughs> ja, dat snap ik. Maar dan ja. moet ik overtuigd zijn dat ik heb iets fout gedaan Ja, dat is ook want... niet heel waarschijnlijk. It's, zo klinkt dit een beetje gek, maar als perfectionist persoon gaat dat ook om hoe ben je als partner? Ik ben ook een perfectionist, maar ik wil een perfecte partner zijn. Ik wil mm. uh, zorgen dat alles goed is. Ik wil, Daar ben je ook wel goed in. Ja, ik wil ja. zorgen dat onze relatie goed gaat. Dat ja. we praten over ja. onze problemen. Ik wil zorgen dat de huis goede sfeer is. Dat de ja. vakantie goed is. Ik wil voor alles zorgen. Dus dan ja. is het heel moeilijk als ik iets uh, fout heb gedaan. Niet alleen voor jou, maar ook voor mij... om te bedenken, holy shit, like... oh ja, yeah, I did that wrong. Dat is heel... Dat is heel... Ja. ja, ik snap dat wel. En, voor, en jij bent... ...spleten tegen Polen. Want jij gaat zeggen... ...oeps, verkeerd gedaan, sorry. Ja, en ik vind ook altijd... ...ja, gaat het over en kleine en dingen. En dan wil meteen een kusje geven. Ja. En dat <laughs> kan ik niet. Ja, maar dan, kijk, dat is gewoon... ...je kunt niet zeggen het is goed... ...en dan, en dan zo'n beetje But koud babe, blijven. you cannot make me mad... And then, want me, and then think I want to kiss you. Hij gaat iets heel geks doen. En dan wil meteen een kusje. En dan denk ik: Ik wil geen kusje aan jou geven. Ik ben boos. En ik ben niet die ja. enige die dat voelt. Want ik heb andere vriendinnen oh? die dat ook zeggen. Ik ben ook wel benieuwd. Kunnen we niet uh, bij deze podcast zo dat mensen iets kunnen insturen? Ik ben wel benieuwd Ja, op, op, mensen op onze Instagram. Zitten. Oh ja. Uh, ja, laat ons weten. Daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe ja. andere mensen daarmee omgaan. Laat ons weten. De grote vraag is: Laat ons weten. Of... Jullie een ruzie met je partner hebben. Mm -hmm. En dan kunnen jullie meteen kusje geven en goed maken. Kusje geven, goed maken. Gewoon meteen. <laughs> nou, nah, ik ben benieuwd wat mensen denken, want ik kan dat gewoon niet. En ja. jij wel. is zo so lief als ik verkeerd doe. Ja. Dan ga ik zeggen, oh liefie, sorry, sorry. En dan doe je gewoon so lief, zo lief. Maar je bent altijd zo Oké, okay, lief. Als je dan echt zo zegt van sorry, dan ben je ineens zo lief. En dan word je ineens zo in plaats van Joy de Lawyer die dan. Met allerlei argumenten van alles probeerd te doen ben je dan ineens heel schattig. Ja, daar kan ik natuurlijk geen nee meer tegen zeggen. Nee. Nou, ik ben benieuwd wat mensen wat mensen gaan zeggen. Ja. Maar ik moet zeggen, ik vind ruzie maken en uh, making up, dat vind ik heel gezond. Ja. Ik, uh, ik ben niet fan van mensen die zeggen: Oh, Russies, uh, if you guys are fighting, that's not good. Nou, nee, I think if you're not fighting. Zijn er mensen die dat zeggen? Something's wrong. Ja, mensen die zeggen van: Oh ja, yeah, we never fight. Ja, ze in de mensen eerste mensen half jaar. Die perfecte relatie hebben, dan gaan ze zeggen: ja. We never fight. Een heel dan denk ik liever: dan Hoe diep gaan jullie? Een heel flauw Nederlands gezegd is: zonder wrijving. Geen glans. Nou, dat is. Uh, nou, ik zou <laughs> Heel zeggen cheesy, zonder glijving... Vri vrijving. Zonder, zonder vrijving Geen glans, hoor. <laughs> en met ja, dat zou schrik. ik zeggen, Nick, dat was hem voor nu vandaag. Nu al. Oh ja. Nu kijk al. op de klok. Nou, dat Jongens, als wel. je ons niet volgt op Instagram, ga ons volgen. Uh, Home Sweet Homo Podcast. Home Homo de podcast. De podcast. At Joey Jack and at Nick. Uh, it, it's, it's, it's Nick, Nick and Andrew. Ja. Dankjewel voor het luisteren. Als jullie leuke ideeën hebben, laat, laat het dus ons weten. weten. Hartstikke en ik leuk. zou zeggen, tot volgende week. Ja, tot volgende week, Dit was het alweer. Dankjewel. Dankjewel. Doei.